Dit is Jan Peter. Ik wil heel graag verslaggever willen worden. Voor Tis Wat. Nou, JP, Tis Wat geeft je de kans. Ga je gang. Weet je wat ik zo moeilijk vind? Hoe kan je nou politici nou in een wild ontmoeten? Wat zijn ze eigenlijk? Dus, ik ga nu naar de haringkraan toe. Hollandse nieuwe haring. Ja, want deze haringkraan aan het Buitenhof is dé ontmoetingsplek voor politici en ambtenaren van de Tweede Kamer. Hey, Jan-Peter. Hoi. Heel goed. Ik zie dat jullie lekker bezig zijn. Ja, dat is helemaal goed, hè? En nu sta ik lekker haringjes schoon te maken. Niet om mee te spelen. Nee, lekker om op te eten natuurlijk. Ik ben wel benieuwd wat jullie allemaal doet voor de leden hier zo. Nou, sowieso zijn we natuurlijk leverancier van de Eerste Kamer. Wij leveren elke week leveren wij de haringjes thuis voor de lunch. Dus ja, daar worden ze natuurlijk allemaal een stuk slimmer van, dat merk je ook wel. We krijgen genoeg Kamerleden hier zo aan de kraam en we praten overal met die gasten wel eens en zo. Leuk babbeltje maken, maar... En wie hebben nu toe al gezien? Nou, bijna allemaal. Ze komen allemaal wel. Alleen degene natuurlijk die het meest beveiligd worden, weet je. Net zoals die grote vriend van ons, van de PVV. Die komt hier niet aan de kraam, want die wordt natuurlijk onwijs beveiligd. En voor de rest, ja. Voor de rest komen ze wel. En normaal is het allemaal streng beveiligd van de collega's zijn. Maar ik loop zo naar binnen toe zonder pasjes, want dan kom ik met een schouw haring aan. Dan gaan alle deuren open. En dan zie ik al die ministers zitten en zo. Dus, hoe gaat het? Alles goed? Dus, we hebben een hele goede band altijd met de Kamer. Altijd heel gezellig. Komt het dus speciaal alleen voor de vis? Ja, ook voor ons natuurlijk. Hè? Ook voor een babbeltje. Kijk, voor de gezellige jongens altijd natuurlijk. Maar waar zijn ze dan? Jan-Peter, kijk nog eens goed, maar er is vandaag geen politicus te bekennen. Maar zonder die vis, dan kan ik hier niet weg. En dus besluit JP het meest politieke haringkie van Nederland maar zelf te proeven. En wat vindt hij ervan? Heerlijk.